Ben je een beetje oké? Heb je nog vragen? Heb ik te lang gewacht? Nou, binnen 7 dagen is er een grote kans hoor dat we nog bruikbaar DNA gaan vinden. Ook nadat je al hebt gedoucht. Het is vooral echt heel goed dat jij hebt besloten om voor je lichaam te zorgen. En de GHB? GHB is vrij snel weer uit je bloed. Maar geheugenverlies is wel een symptoom, zeker. Goed, je gaat doorverwezen worden naar psychotraumatische nazorg. Je interne scheurtjes zijn zo goed als geheeld. En ik verwacht de uitslag van je SOA-onderzoek in ongeveer een week. En de dader? Ja, met die uitslag weten we ook of er bruikbaar DNA is gevonden. Als dat zo is, dan gaat dat naar de politie. Het is daarom echt belangrijk dat jij aangifte gaat doen. Geweldplegers herhalen zich vaak. Jij zou ervoor kunnen zorgen dat dat voorkomen wordt. Als er nog iets is, dan hoor ik het. Sterkte. Dank je. Hey, hoe ging het? Ja, vreemd, maar wel goed, denk ik. Heb je... Zullen we gaan? Sam. Zeg gewoon wat je denkt. Je vindt dat ik te lang gewacht heb, hè? Ik was gewoon bang, oké? Heb je verteld... over Saïd? Dat hij het is? Jus, kom op. Hij gaf zelf toe dat hij bij je bleef slapen. En Sander zag hoe hij je GHB voerde. Ja, Sander zei dat. Sander die me dronken zag en me toen naar de slaapkamer bracht, terwijl ik hem niet eens ken. En zei je ook niet dat Luc degene was met de drugs? Waarom verdedig jij Saïd? Waarom geloof je Sander op zijn woord? Het lijkt net alsof je wilt dat Saïd de dader is. Oh, die is goed hoor. Jij die een stereotype bad boy van hem maakt? Mevrouw Zenis van Zeddy? Weet je, ik ken Saïd en zijn vrienden. Ze hebben een bangenlijst en zien je als een gat om punten mee te scoren. En het erge is nog dat het je niet eens uit lijkt te maken. Ik wist het wel. Jij vindt me ook gewoon een slet. Dat zei ik niet. Echt zo. Zelfs hier vind je nog een manier om te judgen. Jij bent zo bang voor wat andere mensen van je denken. En toch houd je iedereen aan dezelfde onmogelijke maatstaf. Zeker omdat je niet populair genoeg bent. Hé, wat ga je doen? Ja, Saïd neuken. Nou goed. Jus, wacht. Die verkrachte die loopt nog steeds rond, hè? Weet je, je zou ook gewoon voor 1 keer mij op mijn woord kunnen geloven. Ik ben niet alleen je sidekick, hè? Echt een goede steun ben jij. You thought you had me. You thought that I was dumb, but I'm stronger up against the road. Ik vermoed dat Saïd de kapitein is. Dus naast dat hij de printjes heeft opgehangen, heeft hij ook Harm vastgebonden. Ja, maar dat met Harm was een pesterijtje. Wat ook heel erg is natuurlijk. Maar ja, dat doen jongens onder elkaar nu eenmaal. Hè? En is Saïd niet jouw neef? Wat doet dat er nou weer toe? Niks. Nou ja, in sommige culturen heb je... Er loopt een verkrachter rond op school. De politie waarschuwt toch altijd voor kans op herhaling? Deze hele bangerwedstrijd stimuleert gasten alleen maar om grenzen te overschrijden. U moet ze stoppen. Weet je dat ik dit hele hashtag MeToo-gezeik echt zo spuug en spuug zat ben? We hebben net een heel schandaal achter de rug. En er is geen bewijs voor wat je nu allemaal zegt. Geen bewijs. En misschien moeten meisjes zoals jij iets minder in die slachtofferrol kruipen. Ja? Oké. Okay. Ik zal een gesprek aangaan met Saïd. En dat lijkt me voldoende voor nu. Goed? Prima. Maar als er weer iemand slachtoffer wordt van seksueel geweld, dan hou ik u verantwoordelijk, oké? Okay? Maar daar ben je hoor. Oh, daar is ze, hè.
Hé, hey, lekkertje. Ja. Jij en ik vanavond. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Abonneer op ons YouTube-kanaal en klik op de link NPO 3.